Hey, je gaat meedoen met een foamrollerles. Wat heb je nodig? Een foamroller en je matje. En een gezonde dosis humor natuurlijk. Kom lekker liggen op je matje en doe lekker mee. Want we beginnen vandaag in de lengte. Yay, lekker lang in de lengte op de foamroller liggen. Zodat je meer ruimte ervaart in je borstkas. Makkelijker je schouders kunt laten zakken. En wist je dat als je je schouders kunt laten zakken, dat het bijdraagt aan een beter gevoel over jezelf? Want mensen die rechtop lopen, rechtop kunnen zitten, voelen zich over het algemeen een beetje gelukkiger. Dus waar wacht je nog op? Kom gelukkig worden op je matje. Oké, we beginnen gelijk liggend. Wat dacht je daarvan? Super relaxed toch met die foamroller? Leg hem in het midden van je matje. Zet je voeten op heupbreedte. Schuif zoveel mogelijk naar de onderkant van die rol. Je zet je voeten echt netjes naast elkaar. Zolang je nog zit, kun je dat gewoon ook even checken. Knieën wijzen naar voren. Niet stiekem opzij laten vallen. Tenen van je voeten. Nou ja, als je nog ergens anders tenen hebt zitten, dan moet je ze ook even recht draaien. Draai die grote tenen iets naar binnen. Schuif met je billen nog een klein beetje naar beneden. En dan rol je af naar je rug. En dan kom je even lekker liggen op je rug. En laat je achterkant van je hoofd gedragen worden door de rol. Armen ontspannen naast je op de grond. Schouders laten zakken. Het kan helpen om even zo te zuchten of he-he te zeggen. He-he is ook altijd een goede om je schouders te laten zakken. He-he. En dan ga je rollen met je hoofd. Van links naar rechts en rechts naar links. Doe rustig. Ga niet duwen met je hoofd. Dat rollen met je hoofd is belangrijk dat je dat steeds kan. Want als je met je hoofd schuift, hier over de grond of over de rol heen en weer, dan duw je net een beetje te hard. Zonde, want dan zet je je nekspieren onnodig onder spanning. En dat kan leiden tot hoofdpijn. Dus ontspan je nek, ontspan je kaken. En kom weer terug met je hoofd tot stilstand in het midden. Schuif je armen in de richting van je voeten. Komen je armen omhoog en laat je je schouders zachtjes op en neer bewegen. Elke keer dat je inademt, ga je armen omhoog. Iedere keer dat je uitademt, laat je je armen recht, maar je laat je schouders zakken. Dus het is in omhoog, vingertoppen naar het plafond. En uit, laat je schouders zakken. Je kunt misschien wel een beetje duwen met je schouders tegen de rol, maar als je dan voelt dat die spieren zo plok plok een beetje wegschieten, probeer dan juist het zachter te doen. Als er veel spanning zit tussen je schouders, heeft het geen zin om te gaan duwen. Je duwt de spanning eigenlijk alleen maar vaster erin. Ik weet niet of je wel eens een knoop uit een touw hebt geprobeerd te halen. Maar als je dan flink aan zo'n knoop gaat trekken, dan schiet het weinig op. Probeer ruimte te maken door heel zachtjes op en neer te bewegen. Op en laag. In omhoog en uit, laat die schouders rustig zakken. Nog drie keer je schouders omhoog en rustig omlaag. Nog twee keer in omhoog en uit omlaag. En de laatste keer schouders omhoog, omhoog, omhoog. En laat je schouders zakken. En dan open je langzaam je armen opzij. In lijn van je schouders, in lijn van je borstkas. Strek je armen opzij en uit komen je armen omhoog. Probeer niet de grond te raken. Probeer vooral je armen zo ver mogelijk opzij weg te strekken. En stel nou dat je geen foamroller hebt, hè, maar toch stiekem meedoet met de foamrollerles. En dat je denkt, ja, nu, wat moet ik nu gaan doen? Rol dan een strandlaken in de lengte op. Vouw hem een keertje dubbel. Dus noods een elastiek eromheen. En ga daar dan op liggen. Want ook dat geeft je toch een beetje dat gevoel van dat je op een foamroller ligt. En ook die druk daarbij je spieren op je rug kan helpen om net een beetje meer ruimte te laten ontstaan. Open je armen wanneer je inademt. En uit, duw ze weer rustig terug omhoog. Nog twee keer, armen gaan opzij. Hou die knieën parallel. Duw je lage rug een beetje tegen de foamroller. En de laatste keer dat je je armen zo opzij opent, hou ze hier zwevend boven de grond. Sluit even je ogen. Rol heel zachtjes met je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. Zo voel je dat je ook je schouders nog een beetje meer tegen die foamroller laat komen. Rol je met je hoofd naar rechts. Komt je linkerschouderblad meer tegen de rol. Rol je met je hoofd naar links, komt je rechterschouderblad meer tegen de rol. En dan kom je weer terug tot stilstand in het midden. Open je ogen en breng je armen uitademend weer omhoog. Armen in de lucht, schouders omlaag, armen omlaag. En laat je armen zakken, leg ze naast je op de grond. Je kunt je ellebogen over de grond nog naar je voeten proberen te schuiven. Niet te ver, dat die ellebogen van de grond afkomen. Hou ze op de grond. Lig je wiebelig, pak je met je handen stiekem de zijkant van je matje vast. En probeer daarna weer zoveel mogelijk je armen te gaan ontspannen.
Lift om en om een voet van de grond. Door je voet terug te zetten en stevig te duwen in de mat, kun je je andere voet makkelijker optillen. Het kan zijn dat je merkt dat je met je ene been sterker bent dan met je andere been. Nou, het kan zijn. Dat is meestal zo. Het ene been is gewoon net een beetje sterker dan het andere been. En daardoor schommel je aan de ene kant ietsjes meer met je lichaam. Ben je blij dat je je armen nog op de grond hebt liggen. En aan de andere kant voel je dat je armen nauwelijks nodig zijn. Voel hoe je je rug tegen de rol aan kunt duwen. Door je met je rug tegen de foamroller aan te duwen, gebruik je hier de hele tijd je buikspieren. Dus je bent echt je buikspieren sterker aan het maken. Als je dat bekken stil kunt houden, je rug stil kunt houden, je schouders kunt ontspannen. En die foamroller op de plek te laten liggen waar die ligt. Lift om en om een voet. Nog een keer omhoog. En dan zet je je rechtervoet echt heel stevig op de grond. Duw hem in de mat. Trek je linkerknie naar je toe. En strek en buig je linkerbeen. Rustig omhoog en rustig omlaag. Yes, al die benen in de lucht. Huppatee. 12 points. Huppatee, omhoog en omlaag. Nog 3. Nog 2. En nog 1. Hou je linkervoet in de lucht. En buig of flex en point je voet. Tenen naar je toe en tenen van je af. Door met je rechtervoet omlaag te duwen, kun je met je linkerbeen makkelijker omhoog komen. Die hamstring stretch die voel je ook een beetje aan de achterkant van je linkerbeen. En dan probeer je linkerbeen stil te houden. Je voet even stil te houden. En ga dan cirkelen met je enkel. Met je voet cirkeltjes draaien. En het is een beetje gek, want zo'n voet in de lucht heeft alle ruimte. Maar daardoor kan het best een beetje zwaarder zijn. Dat je niet zo makkelijk kunt cirkelen. Soms kraakt het, knikt het en knakt het. Dan is het helemaal geen overbodige luxe om even van die cirkels te draaien. Als je regelmatig hard loopt, ook lekker om te doen voordat je gaat rennen. Om te voorkomen dat je je enkels verzwikt. En dan kom je tot stilstand met je voet. En dan buig je linkerbeen en zet je linkervoet rustig uit. Ademend op de grond. Duw je linkervoet op de mat. Voel even het verschil tussen linkerbeen en rechterbeen. Ontspan die armen nog eens een keertje bewuster. En trek je rechterknie naar je toe. Strek en buig je rechterbeen. Geen haast. Je hoeft je been niet volledig te strekken. Als dat niet lukt, dan hou je hem gewoon een klein beetje gebogen. Waarschijnlijk voel je dan die hamstring stretch sowieso wel beter dan dat ik hem voel. Voel hoe je je voet omhoog kunt duwen, je hiel omhoog kunt duwen. En dan hou je je rechterbeen omhoog in de lucht. Je houdt je schouders laag, je kijkt naar je rechtervoet. Je verstopt je hiel een beetje achter je enkel. En point en flex je rechtervoet eventjes. Tenen naar je toe en tenen van je af. Schouders laag, borstkas breed, glimlach op je lippen. Kun je makkelijker ademen. En het fijne van een glimlach op je lippen is dat je spieren in je gezicht beter kunt ontspannen. Dat is goed voor je huid. Cirkel even met die rechtervoet. Kleine cirkeltjes, draaien, draaien, draaien. Ook de andere kant op tegengestelde richting. Voel hoe je kunt draaien. En dan komt je rechtervoet langzaam tot stilstand. Buig je rechterbeen en zet je rechtervoet weer terug op de grond. Duw je rechtervoet omlaag, trek je linkerknie weer naar je toe. Duw je rechtervoet stevig op de grond. Van je rechtervoet voel je je grote teen, je rechterhiel, je linkerknie komt naar je borstkas toe. Ga je linkerbeen strekken en dan duw je linkerbeen gestrekt van je af. Trek je hem langzaam zo weer naar je toe. En uitweg. Kijk, je kunt je linkerbeen misschien wel lager laten zakken, maar dan trekt je rug hol. Probeer je rug juist plat te houden. Dus trek je linkerbeen niet te ver van je af, niet te laag. En trek je linkerbeen heel dicht naar je borstkas toe. Probeer met je linkerbovenbeen tegen die ribben aan te komen aan de linkerkant. Meestal lukt dat net niet. Heel soms lukt het wel. Als je nou echt je ribben kunt raken, duw ze niet plat. Voel hoe ver je dat linkerbeen naar voren weg kunt duwen. Laatste 4. Gaat hij naar voren. Duw weg. In naar je toe. Uit, duw weg. Stevig duwen met je rechtervoet. In naar je toe en uit, duw weg. Nog eentje komt hij. Laatste. Duw weg. En zet je linkervoet weer terug op de grond. Linkervoet op de grond. Even zuchten, even kreunen. Even rollen met je hoofd. Anders ga je te veel kracht vanuit je hals halen. Te hard duwen met je hoofd, dus niet duwen met je hoofd. Duw maar met je rug, kantel dat bekken ietsjes. Knijp je billen een beetje bij elkaar. Hou die bovenbenen netjes parallel. Linkervoet stevig op de grond. Komt je rechterbeen naar je toe en strek je rechterbeen. Gaan we weer fietsen met dat rechterbeen. Dus dat rechterbeen gaat naar voren. Je laat hem zakken en je trekt hem naar je toe, gebogen. Zo dicht mogelijk naar je toe. En dan uit duw je hem weer weg. In komt je rechterbeen naar je toe. En uit duw je hem weg. In naar je toe. En uit, duw weg. In. En rustig uitademen. Als je uitademt kun je meer kracht zetten. Maar hou je rug plat, hè.
Blijf duwen met je rug, blijf duwen met je linkervoet. Probeer je armen zo ontspannen mogelijk te houden. Probeer je gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. Laatste vier. Laatste drie. En de laatste twee. En de laatste keer. Dan buig je je rechterbeen en zet je rechtervoet weer terug naast je linkervoet. Zet je voeten ietsjes uit elkaar, ietsjes verder. En dan ga je even schudden met je benen, zodat je een beetje die spanning uit je bovenbenen los kunt laten. Soms voel je nog een beetje druk in je linkerknie, omdat je die het laatste stevig in de grond hebt geduwd, je linkervoet. En dan zit je linkerknie een beetje op slot. Dus het is lekker om gewoon even been buigen, strekken, strekken, buigen. En dan zet je voeten weer netjes parallel. Lift je hoofd even van de grond. Kijk even naar je knieën. Je knieën wijzen naar voren. Niet te veel naar buiten laten vallen. Liever ietsjes naar elkaar toe knijpen. En laat je je hoofd weer zakken. Onderrug plat tegen de foamroller. Om je buikspieren gewoon de hele tijd goed aan te blijven spannen. En dan stek je je armen weer in de lucht. Laat je schouders zakken. Draai je duimen naar elkaar toe. Pinken wijzen naar buiten. Je handen hoeven elkaar niet te raken. Maar heb je één schouder die minder soepel is dan je andere schouder. Haak dan je duimen in elkaar. Als een soort vlindertje, zo weet je wel. Zo'n schaduwvlindertje. En dan ga je je armen zo naar achter brengen. Strekken, strekken, strekken. En dan duw je uitademend je armen gelijktijdig omhoog. Los van elkaar kan natuurlijk ook. Als je geen last van je schouders hebt, zou ik dat zeker doen. En voel hoe je je armen langzaam omhoog kunt duwen als je uitademt. Je armen mag je helemaal naar je benen brengen. En dan in, armen mogen helemaal naar achter. Maar niet lager dat je je handen de grond laat zakken. Dus je hoeft de grond niet te raken met je vingertoppen. Het is lekker om een beetje ter hoogte van je oren te stoppen met je armen. Zodat je namelijk je schouders stil kunt houden en je arm kunt bewegen in die schouderkom. Rustig strekken. Misschien is je ene schouder echt een beetje soepeler dan je andere schouder. Probeer het verschil te voelen. En het verschil voel je makkelijker als je deze beweging blijft maken met je ogen dicht. Dus doe even je ogen dicht. Glimlach. Dan voel je dat je zelfs de spieren van je ogen nog beter kunt ontspannen. En in naar achter en uit duw je armen naar voren. Nog twee keer. Armen gaan langzaam naar achter. Want op de inademing. Uit duw je ze rustig naar voren. Laatste keer je armen naar achter. En dan hou je ze even naast je hoofd. Doe alsof je drijft op het water. En je hebt je armen ook zo naast je hoofd drijvend op het water. En als het water heel zout is, kun je heel makkelijk drijven. Dus verbeeld je dat je in heel zout water aan het drijven bent. Ogen dicht. Je wil geen zout water in je ogen, want het prikt gigantisch. Kaken ontspannen, een beetje glimlachen. Heel zachtjes met je hoofd een klein stukje naar links draaien, een klein stukje naar rechts. Gelukkig gebruik je je verbeeldingsvermogen, dus mocht je ogen het water raken, dan doet het lekker geen pijn. Voel hoe je met je hoofd in en weer kunt rollen. Zachtjes van links naar rechts en rechts naar links. Ellebogen zijn een beetje gebogen, zodat je handen, ellebogen, schouders op dezelfde hoogte zijn ten opzichte van de vloer. En dan kom je weer terug met je hoofd tot stilstand in het midden. En dan strek je je armen weer. Maak je ze lang. Open je ogen. Maak ze zo lang mogelijk. En draai even met je polsen cirkeltjes. Dus voel even hoe je je armen kunt strekken. En als je met je handen tot vuisten maakt. Of je handen juist heel groot. Dan kun je mooi met je polsen even draaien. Geen idee wat je doet. Want het gebeurt allemaal achter je hoofd. Dus je ziet er niks van. Misschien maak je de meest fantastische vormen met je vingers en ontgaat het je helemaal. Blijf je rug plat duwen tegen de foamroller. Hè? Hou die rug stevig tegen de foamroller aan. Nou, strek je armen, handpalmen open naar het plafond. Haak je duimen eventueel weer in elkaar. Duw je schouders naar je billen. En dan uitademen, duw je armen weer terug omhoog. Zo. Arm omhoog, schouders omlaag. En laat je armen naast je lichaam, het liefst met je handpalmen open, weer zakken naar de grond. Door die handpalmen open neer te leggen op de grond, je rug van je handen op de grond neer te leggen, komen die schouders meer omlaag, zakken ze verder weg. Dat verbetert je houding. Je zult merken dat als je regelmatig op de foamroller zit, ligt, dat je minder moeite hoeft te doen om rechtop te kunnen zitten. Je rug is mooi lang, actief, je buikspieren zijn actief, je schouders zijn weg bij je oren en rol weer even met je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. En dan kom je weer terug met je hoofd tot stilstand in het midden. En dan duw je weer heel stevig met je rechtervoet. Probeer je grote teen te voelen, het midden van je grote teen. Probeer het midden van je rechterhiel te voelen. En trek je linkerknie naar je toe. Strek je linkerbeen omhoog. Probeer hem zo lang mogelijk te maken. Flex je linkervoet, verstop je hiel weer achter je enkel. En steek je rechterarm in de lucht. Met je linkerhand kan je de zijkant van je mat vasthouden als je wiebelig ligt. Rechter schouder laat je zakken. Rechterduim wijst naar achter.
je pinkwijs naar voren en je brengt je arm en je been naar elkaar toe. En in strek je je arm en je been bij elkaar vandaan. Niet te laag dat been, ongeveer kniehoogte van je rechterbeen probeer je te stoppen. Rechterarm stopt naast je rechteroor en uitademend ga je omhoog. Het is in, langzaam strekken, langzaam inademen. Uit, duw omhoog. In, strekken, strekken, strekken. Probeer goed het bekken stil te houden. Duw je rug tegen de rol en uit, omhoog. In, lang en smal. Uit, omhoog. Nog 6 keer in, strekken. En uit, omhoog. In, strekken. En uit, omhoog. Voor de laatste 4 gaat hij lang maken. En uit, duw omhoog. De laatste 3. In, strekken. En uit omhoog, flex goed je voet. Dan heb je veel meer kracht in je hele linkerbeen. Niet gaan plokken met je heup. En uit omhoog. In, strekken, strekken. En uit omhoog. En de laatste keer, kom op. Laatste keer, maak je arm en je been lang. Hou even vast. Knijp je knieën tegen elkaar aan. Probeer je rechterarm een beetje tegen je rechteroor aan te duwen. Duim wijs naar de grond. Hou vast. En probeer voor te stellen dat iemand je enkel van je af probeert te trekken. En dat je je pols... Je rechterpols, aan je rechterpols wordt getrokken, dat die arm ook langer wordt. Duw je rug heel stevig tegen de foamroller. Ga niet te hard duwen met je linkerarm. Ontspan je linkerhand, ontspan je vingers, ontspan je linkeronderarm. Hou vol voor 4, 3, 2, 1. Komt je arm en je been weer in omhoog. En dan uitademend buig je arm, buig je knieën, zet je je voet en je arm weer terug op de grond. Rollen met je hoofd. Voel even wat je hebt gedaan, hoe je de spanning in je... Nek, schouders weer onmiddellijk los kunt laten. Linkervoet stevig op de grond kunt duwen. Schouders weer ontspannen, armen ontspannen. Linkervoet omlaag duwen, trek je rechterbeen naar je toe. Trek hem eerst zo dicht mogelijk naar je borstkas en dan langzaam ga je je rechterbeen strekken. Strek hem omhoog, flex je rechtervoet. Verstop je hiel achter je enkel, echt kijken naar je enkel. Lift je linkerarm omhoog. De ene kant ligt wiebeliger dan de andere kant. Dus misschien met je rechterhand de mat vasthouden kan helpen. Hè? Blijf wel met je elleboog op de grond van je rechterarm. Linkerarm is omhoog, linkerduim wijst weer naar achter. En je brengt je arm en je been naar elkaar toe. Probeer je rechterbeen te laten zakken tot kniehoogte van je linkerbeen. Knijp de binnenkant van je bovenbenen ietsjes naar elkaar toe. Linkerarm gaat niet lager dan je linkeroor. En uit kom je weer omhoog. Dus in, strekken, strekken, strekken. En uit weer omhoog. Nog 8 keer. In. Maak het lang. En uit. Duw je rug tegen de foamroller. Ik ga niet duwen met je hoofd. Voel hoe je kracht kunt zetten vanuit je buik. En instrekken voor 6. En uit omhoog. In. Maak lang. En uit. Duw omhoog. Laatste 4. Strekken. Uit omhoog. Instrekken. Uit omhoog. Nog maar 2 keer. Daar komt die laatste 2. Strekken, maak lang. En uit. Rustig omhoog. Krachtig, krachtig. En de laatste keer super lang. Hou je arm naast je hoofd. Duw je linkerarm een beetje tegen de zijkant van je hoofd aan. Duw je rechterknie tegen je linkerknie. Schuif die knie een beetje naar elkaar toe. Hou vast. Flex goed je rechtervoet. Tenen wijzen strak omhoog. Niet opzij naar rechts laten wijzen. Maak het langer. Alsof je aan je pols wordt getrokken naar achter. Alsof je aan je enkel wordt getrokken naar voren. Strekken, strekken, strekken. Goed inademen, duwen met je rug, duwen met je linkervoet. Voel je linkerbeel actief worden. En dan uitademend komt je arm en je been weer terug omhoog. Laat je schouder zakken, adem nog een keer goed in. En uitademend buig je rechterbeen, je linkerarm leg je terug. En je zet je voet ook weer terug op de grond. Zet je voeten weer ietsjes uit elkaar. Rol weer met je hoofd heen en weer van links naar rechts en rechts naar links. En dan ga je een beetje schudden met je benen. Als je veel druk voelt in je knieën, gewoon even snel om en om een benen zo uitschuiven, strekken. En dan zet je beide voeten daarna weer terug op de grond. Lift je hoofd van de grond, kijk naar je knieën. Zijn ze netjes parallel? Hou je hoofd even van de grond, strek je armen naar voren. Zo ver mogelijk naar voren. En dan tik je met je linkerhand die linkerknie aan en je rechterhand die rechterknie. Dus je draait een heel klein beetje op de foamroller. Kan best venijnig zijn voor die wervelkolom. Dus doe er nog maar 4, 3, 2 en 1 aan de ene kant, 1 aan de andere kant. Kom weer terug in het midden, laat je hoofd je schouders zakken. Armen gaan omhoog, schouders gaan omlaag. Rol weer even met je hoofd heen en weer van links naar rechts en rechts naar links. En dan hoofd weer terug in het midden. Open je armen weer opzij. Instrekken, maak ruimte. En uit, duw je armen omhoog. Open je armen, voel hoe ver je armen kunt spreiden.
En uit, duw omhoog, duw je rug tegen de rol. Nog twee keer lange armen, rustig opzij. En uit omhoog. En de laatste keer open je armen. Laat die armen zo mooi zweven boven de grond. Handpalmen open. Kleine cirkels met je vingertop op de muren naast je. Voor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cirkel de andere kant op. Ook weer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Armen lang. Maar draai je duim naar voren en probeer je pink omhoog te draaien. Dus voel hoe je hele arm draait in die schouderkom. Dan draai je duim zo ver mogelijk naar achter. Draai je pink zo ver mogelijk omhoog. En dan gaat je duim weer naar voren. En dan draai je pink aan die kant weer omhoog. Draai je duim zo ver mogelijk naar achter en draai je pink weer omhoog. Hou die armen gespreid, hè. Strek je armen. Duimen zijn los van je vingers. Je vingers kun je bij elkaar knijpen. Dan strek je nog een beetje meer en span je nog een beetje meer je triceps aan. Die spieren aan de achterkant van je bovenarmen. Nog twee keer duimen helemaal naar voren. En dan duimen weer helemaal naar achter. Laatste keer duimen helemaal naar voren, naar voren. Draai je handpalmen weer open naar het plafond. En duw je armen richting je benen. Armen gaan naar je benen, langs je benen omhoog. Laat je schouders even zakken en rol weer met je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. Terug met je hoofd naar het midden. Adem je uit. Lift je hoofd, je schouders van de grond. Trek je armen naar je benen. Probeer één voet op te tillen van de grond. Zet die weer terug. Probeer je andere voet op te tillen van de grond. En dan voel je al gelijk een heel groot verschil. Je ene voet die til je heel makkelijk, moeiteloos op. En je andere voet, daar begin je meer met wiebelen. Dus voel het verschil. Laat je hoofd, je schouders weer zakken. Ga je armen opzij. Open je armen zo ver mogelijk opzij. Breng ze langzaam naar achter, naar achter, naar achter. Duw je armen omhoog terwijl je uitademt. Lift je ook je schouders en je hoofd mee van de grond. Kijk naar je knieën. Lift die ene voet van de grond. Zet hem rustig terug. Kijk naar je voet die je terugzet of je knie die je terug hebt gezet. En dan kun je mooier en makkelijker je andere voet optillen. Ga je armen weer opzij. Rustig opzij. Hoofd en schouders terug naar de rol. Armen naar achter. Uit omhoog naar voren. Nou, je weet misschien nu al welk been makkelijker is om op te tillen en welk been moeilijker is. Begin met het moeilijkste been. Lift het moeilijkste been omhoog en laat hem zakken. Lift daarna je makkelijkere been op en laat zakken. Open je armen langzaam opzij. Hoofd en schouders weer terug naar de rol. Armen naar achter. Kom weer met je armen omhoog. Begin nu met je makkelijke been. Makkelijke been. Terugzetten. Moeilijke been. Soms is het verschil opeens verdwenen. Open je armen langzaam opzij. Hoofd terug naar de grond. Armen gaan naar achter. Uit, kom omhoog. Rijk zoveel mogelijk. Alsof je de muur weg probeert te duwen met je vingertoppen. Lift je been van de grond. Lift je andere been van de grond. En open je armen langzaam opzij. En door echt krachtig je armen naar voren weg te duwen. Alsof je iets zo heel zwaars wegduwt. Vingertoppen naar voren. Duimen omhoog. Merk je dat je met je rug beter duwt op de rol. Door je rug meer op de rol te duwen, span je meer buikspieren aan. En dat maakt het makkelijker om je balans te vinden. Dus die stabiliteit komt vanuit je buik. Core stability. Hoppata. En andere voet omhoog. Zet je voet weer terug. Armen gaan opzij, naar achter. Nog één keer. Zo met je armen naar voren. Lift je ene been op. En zet hem terug. Lift je andere been nog een keertje op. En zet hem terug. En dan komen je armen weer opzij. Hou ze even naast je. En laat je armen dan zakken naar de grond. Probeer je armen, onderarmen op de grond te leggen. Die bovenarmen komen lang niet op de grond. Voel even hoe je je onderarmen op de grond kunt leggen. Kun je je ellebogen laten zakken? Waar tintelt het nu in je handen of in je armen? Waar trekt het in je borst en je oksels? Kun je voelen dat je je schouderbladen een beetje om de foamroller heen vouwt als het ware? En dan rol je met je hoofd van links naar rechts en rechts naar links. Ook even om te kijken of je armen in het verlengde liggen van je schouders. Niet in het verlengde liggen van je oren of in het verlengde van je borst. Hou die armen in elkaars verlengde en kom weer terug met je hoofd tot stilstand in het midden. Dan schuif je je handen weg over de grond. Je strekt je armen en je duwt ze uit weer rustig terug omhoog. Leg je armen naast je lichaam op de grond. Pak voor de zekerheid, gewoon voor de zekerheid, stiekem je matje vast. Schuif je vingers eronder, hou je duimen bovenop. Dan kun je met je onderarmen duwen, maar dan kun je ook nog een beetje trekken aan je matje. Alsof je je matje in de richting van je voeten trekt. Duwt eigenlijk dus. Trek je rechterbeen naar je toe, trek je linkerbeen naar je toe. Hou je ellebogen op de grond. Strek je benen samen omhoog. Buig je benen
tegen elkaar aanduwend. Dus het is instrekken, ook bij elkaar blijven duwen en uitbuigen. 3 keer omhoog die benen, kom op, strek ze omhoog. Soms zit het hartstikke vast in die onderrug, dus dan merk je dat het echt wel veel moeite kost om die benen zo te gaan strekken. Niet alleen die hamstrings kunnen in de weg zitten, maar ook die rugspieren kunnen een beetje te strak zijn. Flex en point je voet als je je voeten omhoog hebt gebracht. Ontspan je armen, ontspan je handen als het niet nodig is om je matje vast te houden. Hou je voeten geflext. Er komt de minst charmante oefening aller tijden. Open je benen langzaam opzij. Voel hoe ver je benen opzij kunt openen. Point, rustig sluiten. Het is in. Flex openen, duw opzij, zo ver als je kan. Point, sluiten. 6 keer nog. Opzij openen. Point, sluiten. Opzij, openen, point, sluiten. Flex openen, duw opzij, duw weg. En point, duw langzaam omhoog. Voor de laatste 3, open je benen, zo ver als je kan. Point omhoog. Flex openen, voor 2. En point omhoog. En de laatste, hou even vast. Open je benen, zo ver mogelijk opzij. Draai je hielen naar boven, draai je tenen naar de grond. Dus je voeten draaien nog een beetje, zodat het net lijkt alsof je de achterkant van je been naar voren probeert te draaien. Voel hoe je je hielen omhoog kunt draaien. Span die benen aan, duw ze weg, duw iets weg, duw iets weg. Point je voeten en sluit je benen langzaam weer omhoog. Kom je benen bij elkaar, hou ze even bij elkaar, flex je voeten weer. Tenen wijzen kaarsrecht naar achter, hielen wijzen recht naar voren. En je benen beweeg je raaklinks langs elkaar. Hou ze strak, probeer je benen te strekken. En als het niet lukt met gestrekte benen, doe je het met gebogen benen. Maar dan ga je niet verder je knieën nog meer proberen te bewegen. Dus je knieën blijven in die gebogen stand vast. Goed in, rustig uit. Voor 4, 3, 2, 1. Point je voeten, point openen. En nu flex sluiten. Adem in, point openen, flex sluiten. Nog 6. En flex sluiten, point openen. En flex sluiten. Voor de laatste 4. Je bent er bijna. Ontspan je armen. Ontspan je gezicht. 3. 2 keer openen. Flex sluiten. En de laatste keer point je voeten. Hou die benen wijd. En probeer met je voeten hele kleine cirkeltjes te tekenen. Alsof je een oogje op de muren tekent. Een oogje, een oogje, een oogje. Heel klein oogje. Oh, oh, oh. Klein oogje. Andere kant op. Tegengestelde richting. Voor 6, 5, 4... 3, 2, 1. Benen weer terug omhoog. Buig je knieën, knijp ze tegen elkaar. Lift je hoofd, je schouders van de grond. Want dan kun je namelijk heel goed je rug tegen de mat aanduwen. Tegen de rol aanduwen. Zet je ellebogen op de grond. En zet eerst je ene voet terug op de grond. Dan zet je andere voet weer terug op de grond. Dan laat je langzaam je ellebogen naar voren schuiven. En leg je hoofd weer terug op de grond. Dan heb je niks geforceerd in je rug. Dan heb je heel veel kracht weten te behouden in je buik. Rol weer met je hoofd in en weer, terwijl je mond ontspant, je kaken ontspant. En dan gaan we voor de ultieme schouder-borstkasopening, maar eigenlijk nog meer verbeteren van je houding. De tegenovergestelde draaibeweging maken met die armen. Voeten staan netjes parallel. Als je hoofd optilt, kun je zien dat je knieën naar voren wijzen. Als je hoofd optilt, kun je makkelijker duwen met je rug, zodat je je armen op kunt tillen van de grond. Laat je hoofd zakken, blijf duwen met je rug. Lift je armen omhoog. Draai je duimen naar elkaar toe. Haak ze dus noods in elkaar en strek die armen naar achter. Maak ze lang. En uit duw je armen langzaam in de richting van je benen. Inademend komen je armen omhoog. Uitademend gaan je armen langzaam weer opzij naar je benen. En als je met je ogen dicht kunt bewegen, doe dat dan. Zodat je veel beter kunt voelen wanneer je je ellebogen moet gaan buigen. Zodat je de spanning bij je schouders los kunt laten. Het hoeft niet te kraken en te knarsen. Het is lekkerder als je die spieren een beetje aanspant. Als je bijvoorbeeld je ellebogen opzij gaat duwen en je maakt 2 vuisten, dan kun je met meer kracht die ellebogen zo naar je taille toe bewegen. En dan voel je dat je je borstspieren niet alleen maar oprekt, maar ook sterker maakt. Trek je schouderbladen op je rug naar elkaar toe. Knijp de foamroller eventjes met je schouderbladen goed vast. En duw die armen naar je benen. Probeer terwijl je handen tot vuisten balt. Niet je gezicht te verfrommelen. Dus dat je extra je oog dicht gaat knijpen. Hou die glimlach op je lippen. Hou die ogen ontspannen. Nog 2 keer je armen opzij naar je benen toe. In door de lucht weer omhoog. En de laatste keer. En dan leg je je armen naast je lichaam op de grond. Ontspan je armen.
Zucht, kreun en steun. En rol weer met je hoofd van links naar rechts. Nou, die is echt meesterlijk voor je ruimte in je borstkas. Ruimte voor je longen, ruimte voor je hart. Ruimte voor een mooiere rechte houding. En het fijne van een goede houding is dat je je eigenlijk ook beter gaat voelen. Rol met je hoofd langzaam naar de kant waarvoor je het lekkerst op kunt rollen. Welke kant is dat? En dan rol je met je hoofd als eerste, kom je met je schouders als tweede. En dan laat je je knieën zo ook opzij vallen en dan lig je gewoon naast de foamroller. Duw je met je hand de foamroller weg, rol je terug naar je rug. Moet je nou eens voelen wat wonderlijk zacht je matje aanvoelt. Zelfs als je op het parket gaat liggen of op de vloer gaat liggen, zul je merken dat je rug echt een beetje lijkt weg te zakken in de grond. En dat komt omdat je de spieren in je rug een beetje extra druk hebt gegeven. Dan is het net alsof je die spanning nog een beetje extra opbouwt. En als je dan maar zo helemaal af bent, dan kunnen die spieren veel intenser ontspannen. Dan trek je knieën naar je borstkas toe. Pak die knieën even vast met je handen. Die geven zachtjes even je ze over dat heiligbeen heen en weer. Gewoon klein beginnen. Als het goed gaat, kun je de beweging altijd wel een beetje groter maken. En dan kom je langzaam weer terug met je bekken tot stilstand in het midden. Lift je hoofd, je schouders even van de grond. Je mag de foamroller ook onder je hals leggen. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook je handen achter je hals in elkaar vlechten. Dan met je handen langs je hals omhoog gaan en dan je hoofd steunen. Ellebogen zijn niet smal. Ellebogen zijn niet wijd. Maar ze zijn ertussenin. Dan strek je je benen omhoog. Je flext je voeten. En je laat één been rustig zakken. En dan komt hij weer rustig terug omhoog. En dan laat je je andere been rustig zakken. En dan komt hij uit weer terug omhoog. Probeer je schouders stil te houden. Ga niet kijken naar je voet die in de lucht steekt. Kijk maar naar je knie die je stil probeert te houden in de lucht. En hou het bekken zo recht mogelijk. Nog twee keer. Ja, twee keer als we beginnen met het been waar we mee zijn begonnen. Dus dat is nu twee keer met het ene been. En twee keer met je andere been. En laatste keer met je ene been. En weer rustig terug. Laatste keer met je andere been. En dan komen je benen weer terug. Hoofd en schouders even naar de grond. Rol die foamroller een klein stukje naar achter, zodat je je hoofd op de grond kunt leggen. En flex je voeten. Draai je hielen naar elkaar toe. Knieën wijd. Dicht naar je borstkas. En dan strek je benen weer gewoon omhoog. Doe dat vier keer zo rustig omhoog. Je mag straks je hoofd, je schouders weer optillen van de grond. En dan zul je merken dat je je benen verder naar voren kunt duwen. Omdat je je schouders en je hoofd van de grond hebt. En de laatste keer zo omhoog. Nou, buig je knieën. Lift je hoofd, je schouders van de grond. Kijk even door dat gat wat tussen je benen zit, onder je voeten. En dan duw je je voeten weg. Hou die handen achter je hoofd. Je kunt ook je armen naar achter steken. Om het nog een beetje te compenseren dat je niet omhoog vliegt. Nog twee keer beide benen tegen elkaar aanritsen en wegduwen. En dan de laatste keer duw die benen weg. En breng je handen weer terug naar je hoofd. Breng je knieën weer naar je borstkas. Hoofd en schouders naar de grond. Knieën tegen elkaar. Zet je één voor één je voeten op de grond. Dan strek je armen omhoog. Rol even met je hoofd heen en weer. Kijk even waar die foamroller is gebleven. Pak hem erbij. Als hij heel ver weggerold is, hop snel omhoog. En pak de foamroller erbij en leg hem dan dwars op je matje. Onder je bovenbenen. Er ligt hij niet lang hoor. Hij komt onder het bekken te liggen. En ja, ik loop natuurlijk gewoon altijd een beetje uit. Dus dat doen we nu ook. En leggen we hem straks nog eventjes dwars onder de schouders. Zodat je nog extra goed die schouders een beetje los kunt krijgen. Super houding voor je rug. Foamroller ligt tussen je voeten en je billen. Klem hem een beetje er tegenaan. Tussen je hielen en je billen. Kantel dat bekken, lage rug plat. Lift je heupen omhoog. Niet te veel je ribben omhoog laten komen, want dan gebruik je nauwelijks je buikspieren. Knijp je billen een beetje bij elkaar, door ook je knieën iets naar elkaar toe te duwen. En trek dan met je vingertoppen die foamroller voorbij de bolling van je bil naar de bovenkant van je bil. Daar waar je rug en je billen bij elkaar komen, daar leg je de foamroller neer. Als je geen geluidskastje in de weg hebt zitten, dan lig je prima. Pak met je handen de foamroller aan de zijkant vast en rol weer met je hoofd in en weer. Een beetje saai dat rollen met je hoofd, maar wel gunstig voor je hals, ook voor de lymfe in je hals. Eventjes de afvalstoffen wat makkelijker afvoeren en dan kom je weer terug met je hoofd tot stilstand in het midden. Trek je rechterbeen naar je toe, trek je linkerbeen naar je toe, niet te dicht naar je borstkas. Als je de knieën naar je toe laat vallen, dan is het net alsof je foamroller wegrolt. Nou, hou je hem toevallig nog wel vast en zal hij niet zo snel wegrollen.
Maar het is lekkerder als je het idee hebt dat je met je heupen in die foamroller kunt duwen. Duw die foamroller met je heupen naar beneden in de grond. Dan strek je je benen omhoog, je maakt ze lang. En dan mag je nu met twee benen tegelijkertijd gaan fietsen. Dus ga even fietsen met je benen, lange benen. En dat ene been wat naar achter gaat, dat probeer je zo ver mogelijk naar achter te brengen. Dat been wat naar voren gaat, gaat meestal wel makkelijk naar voren. Maar hoe ver komt je voet achter je hoofd op het plafond? Dus je mag eindelijk ook een keertje een beetje zo naar achter kijken. Niet te veel, dat je je nek dubbel gaat vouwen. Hou de achterkant van je hals lang. En blijf duwen met je heupen op de rol. En je voelt dat je goed kunt duwen met je heupen op de rol. Als je je armen omhoog kunt steken, zonder dat die foamroller wegrolt. Als je denkt van, hé, hij beweegt, hij schuift weg. Dan mag je nog meer gaan duwen met je heupen op de rol. Zodat je dat bekken stil kunt houden. Dat is de kunst. Want dan gebruik je weer de kracht vanuit je buik. Kracht vanuit je buik, rustig fietsen. Het is geen echte fietswedstrijd of zo. Je komt ook geen meter vooruit. Het is een beetje lullig met je benen in de lucht fietsen. Hartstikke goed voor je benen. Super voor je bloedvaten. Super voor het lymfestelsel. Je krijgt er echt prachtige benen van. Dus wat dat betreft kun je beter in de lucht gaan fietsen dan dat je echt op je gewone fiets gaat fietsen. Hoewel, sommige wielrenners hebben prachtige benen. Kous in de gaten. Adem goed in en uit. Op en laag. Maar de meeste fietsers, recreanten, moet je maar eens even opletten, op zondagochtend of zo, die fietsen wel en dan hebben ze van die hele sterke getrainde beentjes, maar die buikspieren, ja, die zijn meestal niet actief. Het fijne van hier fietsen is dat je buikspieren super actief worden. Fiets nog even door, kom op, laatste vier. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste keer, fiets even achteruit. Achteruit fietsen doe je niet zo vaak. De meeste fietsen kun je helemaal niet op achteruit fietsen. Ook weer gedoe, moet je weer spiegels op je stuur hebben. Om en om. Trek dat been naar je toe. En meestal lig je wiebeliger hier. Minder wiebelig dan wanneer je op de bal ligt. Op de bal lig je meer te wiebelen volgens mij. Voel even hoe je kunt duwen met je heupen. En probeer die spieren van je benen aan te spannen. Dus het is niet een lekker soort een beetje zo la 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 la. Probeer de kracht te voelen, dat je kracht kunt zetten. Alsof je door modder aan het fietsen bent of zo. Fiets met je benen. Over het mulle zand. Heel slecht voor je fiets, hè? Maar niet voor je pilatesfiets. Pilatesfiets kan er prima tegen. Ook een goede oefening voor op het strand. Lekker fietsen. Mensen vinden dat tegenwoordig helemaal niet meer gek. Want dus, ja, weet je, de sportscholen zijn de hele tijd dicht geweest. Dus je kunt gewoon fietsen op het strand, ondersteboven. Voor vier. Drie. Twee. En één. Dan buig je knieën, trek je knieën naar je borstkast toe. Lift je hoofd, je schouders van de grond. Sla je armen om je benen heen. Breng je ogen naar je knieën, breng je knieën naar je ogen. En dan kijk je dus goed naar je knieën. En dan laat je heel langzaam zo je hoofd, je schouders weer zakken. Probeer die armen stevig om je benen heen te slaan. Omdat je bekken hoger ligt, strek je nu ook makkelijker je rug. Je benen komen veel makkelijker naar je borstkast toe dan wanneer je heupen plat op de grond hebt liggen. Je armen kun je misschien nog wat meer aan de buitenkant vastpakken, dat je meer je bovenarmen vast kunt pakken. Het heeft natuurlijk ook te maken met de omvang van je borstkast te maken, hoe lang je armen zijn, hoe hoog je benen zijn. Voel even wat er mogelijk is. En als je je hoofd weer even optilt en je kijkt naar je armen, dan zie je dat je ene arm onder ligt, je andere arm boven of je ene arm voor en je andere arm achter. Dus je kunt mooi nog even wisselen. Hoofd is toch van de grond. Wissel van arm, andere arm voor, andere arm achter of onder of boven. En dan laat je je hoofd, je schouders weer zakken, kin naar je borst, kijk naar je knieën. Trek met je armen aan je benen, duw met je benen tegen je armen of doe niks. En niks is niet de houding op loslaten, maar gewoon niet trekken en niet duwen. En soms is dat nog wel lekkerder. Kun je met je hoofd heen en weer rollen. Kom je met je hoofd weer langzaam terug tot stilstand in het midden. Laat je je benen los. Leg je armen op de foamroller aan de buitenkant. Duw je knieën langzaam omhoog, omhoog, omhoog. Kaarsrecht naar het plafond. Stel dat je meedoet met de lichtshow van de Eurovisie Songfestival. Dan schijn je dus nu is je taak om omhoog te schijnen op het plafond. En dan laat je om en om een voet zakken naar de grond. En één knie blijft steeds naar het plafond wijzen. Je voet om en om laten zakken is zwaarder dan om en om een voet optillen van de grond. Hier moet je namelijk je heupen stil kunnen houden. Duw je heilig been tegen de foamroller aan. Hou de afstand tussen ribben
en heupen gelijk. Dus dat je niet, dat je merkt dat je opeens deze afstand groter wordt omdat je je ene been laat zakken. Die afstand blijft hetzelfde. Buikspieren aanspannen. Dan laat je heel rustig je linkervoet zakken naar de grond. Zet hem op de grond. Trek je rechterknie langzaam naar je toe. Voel hoe je kunt duwen met je linkervoet. Wil je linkervoet verder naar voren hebben, mag. Dan voorkom je kramp aan de achterkant van je linkerbeen. Maar je linkervoet moet plat op de grond blijven staan. En je linkervoet. En je moet je linkerknie een beetje naar rechts duwen. Vleg je vingers in elkaar op je knie. Of in je knieholte van je rechterbeen. Ellebogen smal. En trek dat rechterbeen zo dicht mogelijk naar je borstkas toe. En voel eventjes die heupopener hier aan de linkerkant. Als je je linkerknie nog meer naar rechts kunt duwen, dan voel je zelf vanaf de buitenkant van je linkerheup draai over je bovenbeen naar de binnenkant van je knie toe. En dat is niet zozeer een spier die er zo helemaal zo netjes naartoe loopt. Dat is ook het bindweefsel wat je een beetje strekt. En het voordeel van je bindweefsel een beetje oprekken is dat je makkelijker kunt bewegen. Dat je huid steviger ervan wordt. Dus voor het eindresultaat kun je dat aan je benen ook mooier zien. Nog een keertje goed inademen en uitademen. Zit je rechtervoet op de grond, zit je rechtervoet rustig op de grond. Rol weer even met je hoofd heen en weer. Voel even het verschil tussen linkerbeen en rechterbeen. Voel wat er is gebeurd in je bekken. De druk in je buik aan de rechterkant stimuleert ook de werking van je darmen. Rechtervoet laat je staan, linkerbeen komt naar je toe. Duw stevig met je rechtervoet, strek dat linkerbeen naar je toe. Lift je hoofd even van de grond om te zien of je rechterknie toch nog een klein beetje naar links kunt duwen. Hou je rechtergrote teen plat op de grond. Vleg je vingers in elkaar op je linkerbeen of in je knieholte. Ellebogen zo dicht mogelijk naar elkaar toe. Schouders laag, borstkas breed. En trek dat linkerbeen naar je borstkas toe. En nu aan de linkerkant gebruik je die heupbuiger. Die span je eigenlijk aan. En aan de rechterkant maak je hem weer een beetje langer. Voel hoe je je rechterknie iets meer naar links kunt duwen. Blijf recht met je heupen liggen. Blijf recht liggen met je schouders. Kaken zijn ontspannen. Vriendelijke glimlach. Nog een keer goed inademen. Rustig uitademen. Adem je nog een keertje heel diep in. En uitademen zet je je linkervoet weer rustig terug. Op de grond. Beide voeten op de grond. Kom je op je tenen staan. Lift je heupen zo hoog mogelijk. Duw gerust ook je ribben een beetje mee omhoog. Voel dat je knieën naar elkaar toe kunt knijpen. Je billen bij elkaar kunt knijpen. En dan geef je de foamroller een zetje naar je hielen toe. Knijp je knieën dichter bij elkaar. En dan rol je wervel voor wervel je rug af naar de grond. Leg je rug weer zachtjes neer. Leg je bovenbenen op de foamroller. Lift je voeten. Masseer eventjes die achterkant van je bovenbenen door een klein beetje zo te zwaaien. Zoals Maxima enthousiast kan zwaaien. Even zwaaien, maar deze keer met je voeten. En dan kom je langzaam tot stilstand. Dan geef de foamroller een klein zetje. Niet te ver, want anders moet je zo je best doen om hem weer erbij te pakken. Pak je knieholtes vast. Lift je hoofd, je schouders van de grond. Rol naar je zij. Of rol naar voren omhoog tot zit. Pak de foamroller daarom weg bij je benen. Leg de foamroller dwars op je matje. Daar net onder je schouderblad. En als je een BH draagt. En dat kan tegenwoordig. Zelfs Jim Buckham draagt BH's tegenwoordig. En Barry Asma. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar die waren dus drag queens geworden. En die hadden ook BH's aan. Dus die weten ook waar dat zit tegenwoordig. Dus daar waar je BH-bandje dwars over je rug loopt. Daar leg je de foamroller neer. Vlecht je vingers achter je hals in elkaar. Breng je handen langs je hals omhoog. Ondersteun je hoofd. Niet alleen door je hoofd naar achter te laten zakken in je handen. Maar ook door je hoofd een beetje weg te trekken bij je schouders vandaan. Alsof je je nek een beetje langer wilt maken. Kijk even naar je knieën. Lift dan je billen van de grond. Ga je omhoog kijken naar het plafond. En door ietsjes te duwen met je voeten kun je een beetje zo die bovenrug rollen. Voel even hoe je met je rug kunt rollen. Staan je voeten te dicht bij je billen, dan merk je snel genoeg. Schuif je voeten gewoon een beetje naar voren. Je mag ook je hoofd iets laten hangen, maar je mag niet met je nek nu op de foamroller komen. Het is echt je bovenrug, dat bovenstukje van je rug. Dat rol je als je naar het plafond kijkt. Wil je lager in je rug komen? Dat kan ook wel. Dan ga je je voeten wat dichterbij zetten. Ga je kijken naar je knieën. Duw je hoofd, je borstkas wat meer naar voren. En op een gegeven moment kom je voorbij je ribben. En dan is het meestal een beetje gevoeliger. Dus kijk wat je kan. Voel hoe je je rug een beetje kunt rollen. Als een soort deegroller gebruik je die foamroller om je rug een beetje los te rollen. Nou, en als je dan weer terugkomt,
dat je boven in die rug, zodat je met je ellebogen net over de foamroller ligt, dat je met je oksel zeg maar een beetje op de foamroller ligt. Dan kun je nog een spier aan de zijkant van je schouderblad, die meestal ook muurvast gaat zitten op den duur, kun je die ook nog even losrollen. Dat doe je als volgt. Je ellebogen zijn wijd. Je bent met je ellebogen net boven die foamroller. Dan rol je naar je zij. En dan ga je eventjes over de zijkant van je schouderblad rollen. Dan moet je eens letten op wat je doet dan met je gezicht. Kun je je gezicht ontspannen? Kun je nog een beetje glimlachen? En dan heb je gelukkig maar twee. Dan kom je weer terug naar het midden. En dan draai je rustig naar de andere kant. En daar ook. Rol even heen en weer. Je ene schouderblad zit vaster dan het andere schouderblad. Neem de tijd. Voel eventjes waar zo pijnlijk is. Wat je ook kan doen is even erop gewoon blijven liggen. Niet rollen. En dan heel langzaam een klein beetje bewegen. Zodat je precies kunt aangeven waar dat gemene plekje zit. Ik heb hem gevonden. En dan kom je weer terug naar het midden. En dan zet je je billen weer terug op de grond. Trek je knieën naar je borstkas. Zodat je met je handen je knieën weg kunt duwen. In je handen je knieën weg kunt duwen. Kom je omhoog, rechtop zitten. Leg die foamroller aan de rechterkant. Kom als het kan in kleermakerszit zitten. Lukt het niet, dan leg je je benen gewoon naar voren neer. Maar niet met een ronde, bolle rug gaan zitten. Want zodra je opzij gaat leunen met een bolle rug, heb je de kans dat het in je rug schiet. Die foamroller leg je aan de achterkant van de foamroller, ligt parallel met mijn bil. De voorkant steekt een beetje uit, dat is gunstig. Leg je rechterhand op de foamroller, zo naast je heup. Lift je linkerarm omhoog, strek je linkerarm omhoog, linkerduim wijst weer naar achter. En dan duw je met je rechterhand die foamroller opzij, opzij, opzij. Blijf met je linkerbil op de grond. Probeer je rechterschouder zoveel mogelijk te laten zakken door je elleboog omlaag te draaien. En kijk even naar links. Adem uit, kom je inademend weer omhoog. Gaan we nog een keer doen. En nu ga je met je linkerhand zometeen naar voren, naar het puntje van de foamroller. Dus het is liften. Doe die foamroller langzaam opzij, opzij, opzij. Laat je rechterschouder oksel zakken. Kijk naar de voorkant van de foamroller. En probeer dan met je linkerarm dus niet naar je rechterhand te gaan. Maar zo ver mogelijk naar voren, naar voren, naar voren. Zodat je die hele linkerkant van je linkerbil naar je linkerpink oprekt. En het kan best zijn dat je hand hier een beetje hangt en zweeft in de lucht, hoor, dat je niet die foamroller kunt raken. En dat heeft met allerlei spieren te maken, met bindweefsel te maken, hoe strak en vast dat kan zitten. Niet gaan trekken, niet gaan duwen, gewoon uitademen. Dan gaat je elleboog omhoog, 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 omhoog je elleboog. Dan strek je je linkerarm omhoog, daar waar het plafond en de muur bij elkaar komen, achter je. En dan uitademend ga je met je linkerarm weer naar voren, naar voren, naar voren. Tik je weer even de foamroller aan de voorkant. En dan komt hij weer in omhoog met je elleboog. Rustig omhoog. Strekken. Laatste keer zo met je linkerhand naar de foamroller toe. Adem uit. Probeer met je rechterhand die foamroller toch een beetje weg te duwen. Als dat gaat, dan duw je hem weg. Als het niet gaat, dan breng je hem dichterbij. Je kunt een beetje smokkelen dus met je rechterarm. Kijk eens naar je rechterknie. Zit je met je linkerbeel nog op de grond? Kijk even over je rechterschouder naar achter. Niet onder je oksel doorkijken. Over je schouder naar achter kijken. En dan komt inademen met je linkerarm weer terug omhoog. Je elleboog. En laat je linkerarm zakken. En moet je eens even voelen hoe scheef je bent nu. Gelukkig hebben we nog even tijd voor die andere kant. Yes. Andere kant. En het fijne van de andere kant is dat je daarna aan deze kant weer een beetje scheef zit. Maar dan uiteindelijk zit je wel weer een beetje rechter. Oké, die foamroller dus niet te veel naar achter leggen. Hij steekt aan de voorkant uit. Zie je dat? Vanaf mijn knie heb ik hier aan de voorkant nog ruimte. Hij ligt links ter hoogte van mijn linkerheup. Linkerhand op de foamroller. Eerst alleen maar rechterarm omhoog strekken. Rechterduim naar achter wijzen. Rechterkant lang maken. Rechterbeel op de grond. Duw met je linkerhand die foamroller langzaam weg. Strek je rechterarm. Kijk even naar rechts deze keer. Kun je je linkerschouder voelen zakken? Kun je duwen met je linkerhand op de foamroller? Kun je die foamroller wegduwen? Voel maar even wat er mogelijk is. Adem rustig uit. En dan kom je inademend weer terug omhoog. Strekken, strekken, strekken. En dan gaat hij weer. We gaan weer eerst opzij. En dan ben je nieuwsgierig naar de bovenkant van die foamroller. En voel maar eens hoe ver je met je rechterhand naar voren kunt komen. Alsof je dat puntje van die foamroller aan probeert te raken. Vanaf je rechterbil naar je rechterpink maak je meer ruimte. Adem uit. Komt inademen met die rechter elleboog omhoog. Dus buig je arm. Dat je heel dramatisch zo, oh, wat een prachtig songfestivallied.
kom je omhoog met je rechterarm, reik naar achter, daar waar je muur en het plafond bij elkaar komen. Zo'n groot mogelijke spanwijdte van je armen. Linkerarm lijkt dan naar voren te gaan, rechterarm gaat naar achter. En uitademend gaat je rechterarm weer helemaal naar voren, naar voren, naar voren. En dan tik je weer met je rechterhand de voorkant van de foamroller aan. Adem uit, kijk even naar je linkerknie. Kom je inademend weer aan, je rechter elleboog omhoog. Laatste keer met je rechterarm zo hoog en groot en flink in de lucht. En dan uitademend reik je met je rechterhand nog één keer zo naar de foamroller die links van je ligt. Kijk naar je linkerknie. Adem uit, zak een beetje verder. Adem in, strek je hals. Kijk over je linkerschouder naar achter. Voel even hoe je kunt draaien en kunt zitten. En dan draai je weer terug. Kijk naar je rechterhand. Komt je rechter elleboog nog één keer omhoog. Lift omhoog. Die foamroller mag lekker liggen waar die ligt. En laat je rechterhand zakken. Jongen, niet normaal meer toch? Hoe soepel je je nu voelt. Rol die schouders naar achter, laat die schouders zakken. Armen gaan opzij omhoog. Adem heel veel positieve energie in. Adem uit, trek een grote cirkel om jezelf heen. Adem nog een keer heel veel positieve energie in. En breng je handen dan naar je hart. En bedank jezelf even voor je inzet. Fijn dat je er was. Leuk dat je mee hebt gedaan. Blijf gezond, gezellig en verstandig.